In vraag 3 wordt terug de gesloten lusversterking gevraagd van onderstaande schakelingen. Bij deze oefening gaan we eerst kijken bij C welke soort schakeling je zet. We zien dat de ingangsspanning hangt aan een niet te verdelen ingang. En er is negatieve terugkoppeling, dus de niet inverterende versterker. Waarvan ACL gelijk is aan 1 plus RF gedeeld door RI. In dit geval is 1 plus RF is 220 kiloohm, gedeeld door RI is 4,7 kiloohm, geeft een versterkingsfactor van 47,8. D. Daar hangt de U-in terug aan de niet te verteerde ingang. Daar is de negatieve feedback, dus daar is hetzelfde niet-inverterende versterker. Dus ACL is gelijk aan 1 plus RF gedeeld door RI, oftewel 1 plus 22 kiloohm gedeeld door 1 kiloohm is gelijk aan 23. Let op dat deze uitvoering, dat dit lijkt op een inverterende versterker, gewoon omdat hier de plus en de min zijn omgewisseld. Dus laat jullie nooit misleiden door hoe de weerstanden zijn getekend, maar kijk enkel naar waar hangt het ingangssignaal aan en is het een negatief feedback. En dan kunnen jullie met zekerheid zeggen dat dit in twee gevallen niet inverterende versterkerschakelingen zijn.